En nou is de oud-inwender van de pijn weerom in zijn wenning in Grijns. Net alleen blied maar zijn Olympische kwalificatie, maar ik om zijn vriendin weer te zien, die toer 9 dagen uitrekken is. Het achtste plak wie nedig van de kwalificatie. Weekend zien ze er dicht in aan, maar nou gaan ze het eindelijk hellen. Nou, we zijn heel blij dat we het ijs nog wel voor de vooral het ijs en het gedeelte in Amerika dienen. En ja, dat is een grote oplichting, want dat wie wel eens doel om in Amerika binnen te halen. De kwalificatie, twee en vier. En als vier lukt, twee komt er wel aan, maar ja, dat is wel even een opluchting. Sybren Jansma is al wis van een plak in de Fjouwermansbob. Jeroen Piek van het Jerveen is dat nog net. De race in Lake Placid wie nog verschrikkelijk spannend. Na de eerste run stien de Nederlanders achtste en dat wie dus genoeg. Na de tweede hier het laatste team de Nederlanders liek was inhellen. Het njochende plak liek het maximaal helbere, maar troch een flater van een Russisch team wie erin in toch het achtste plak en dus de Olympische kwalificatie. Ja, dat wie wel even een moment van bleedskip. Eerst wie we echt heel erg pist. Helemaal een beetje boos. Maar toen uiteindelijk toch die top 8. En dat is wel een fijn gevoel. Het is de tweede keer dat Jansma naar de spelen gaat. Maar dit keer wil hij meer dan alleen maar meedoen. Ja, zeker. Het is natuurlijk een heel bijzonder evenement om daarheen te gaan. Alleen, ja, ik ben net vier hier terug om weer naar de spelen te gaan. Ik wil graag wel iets meer. Ik wil ook, ja, wil graag meer. Medaille. Ik wil richting het podium gaan. En dus dat is wel het ultieme goal, doel nog steeds. Ken dat? Nou ja, ik denk dat zeker ken. Ja. We gaan alles in hoes, maar het mag nog wel op zijn plak vallen. Maar nou, na je lange reis en een nacht oerslaan, is het tijd voor een bak koffie en sliepen.